Het vorige filmpje heb je de theorie gezien. Hier maken we het zeer concreet met een aantal voorbeelden. Je kunt deze voorbeelden meevolgen in je boek. Okay. Het eerste voorbeeld gaat over de eigenschappen van gelijkheid. Dat is een korte herhaling van het vorige filmpje. Dus 9 plus 6 is 15. Als je iets aan de linkerkant, of het linkerlid zoals we dat noemen, toevoegt, dan moet je dat ook aan het rechterlid toevoegen. Zodat... De gelijkheid in balans blijft. Laten we nu even kijken naar enkele voorbeelden van som en verschil eerst en daarna product en quotiënt. Bij som en verschil hebben we 15 is gelijk aan 3 keer 5. Als we nu aan weerszijden 4 toevoegen, dan is onze gelijkheid weer in balans. We kunnen nu zowel de linker als de rechterkant uitrekenen en we komen uit op 19. Oké. Okay. Je mag dus bij het ene lid van de gelijkheid een term optellen of aftrekken op voorwaarde dat je bij het andere lid dezelfde term optelt of aftrekt. Je kunt dit nu ook aanvullen in je boek. Volgende voorbeeld is dus product en quotient. We hebben opnieuw 15 is gelijk aan 3 keer 5, maar nu gaan we. Nogmaals dat gewicht toevoegen, dus het dubbele. Maal 2. We doen het opnieuw aan weerszijden en dan is onze gelijkheid in balans. Je mag bij het ene lid van, van, van de gelijkheid vermenigvuldigen met of delen door. Een van nul verschillende factor. Herinner u het vorige filmpje? Nul was een uitzondering. Dus zolang uw factor van nul verschillend is, mag je het doen. Zolang, of op voorwaarde dat je, het andere lid met dezelfde factor vermenigvuldigt of deelt. Oké. Okay. En nu een aantal voorbeelden van vergelijkingen, dus waar de onbekende x in staat x plus 4 is 12. Onze onbekende is x. En de 4 hier willen we weg. Die 4 krijgen we weg door er min 4 van af te trekken. Maar dan moet dat in het rechterlid ook gebeuren. Plus 4 en min 4 vallen weg. En aan het, aan de, in, de recht, in het rechterlid krijgen we 12. Excuseer. Eh, krijgen we 8. Excuseer. De volgende. Zo, onbekende, wat willen we weg? De 27, dus tegengestelde opnieuw, min 27, ook in het rechterlid. Die valt weg en die kun je uitrekenen, min 4. Je kunt altijd de proef nemen en dat wordt aangeraden hier. Dus de min 4 vul je in bovenaan. Min 4 plus 27 is inderdaad 23. Klopt, je hebt de proef genomen. Volgende oefening. x min 15 is gelijk aan min 12. <coughs> Onbekende, 15 willen we werk, dus we pl doen plus 15 aan weerszijden. Min 15 plus 15 valt weg, x heeft het podium voor zichzelf, en rechterlid kun je verder uitrekenen is 3. Controleer. x gelijk aan 3. 3 min 15 is inderdaad min 12. Je oplossing klopt. Nu terug een aantal oefeningen op vermenigvuldiging, of dus het product en deling. We willen de 2 weg, we gaan op zoek naar het omgekeerde. Dus we delen door 2 in het linkerlid, dan doen we dat ook in het rechterlid. Dit valt weg en dit kunnen we vereenvoudigen: 28. Controleer, als ik 28 hier invul, dan heb ik inderdaad 2 keer 28 is 56. Hier delen we door 6, dus we willen hier deze 6 weg. We doen dat door maal 6 te doen aan de linkerkant, maar dan moeten we dat ook weer aan de rechterkant doen. 6 gedeeld door 6, dat is 1, valt weg. En de, het rechterlid kunnen we uitrekenen en dat is 90. Controleer hier nu zelf ook weer de oefening. Neem de proef op de som. Hier een weer uit, een uitgebreide oefening. Dus hier gaan we verschillende stappen doen. Eerst en vooral gaan we voor die plus 7 kijken. Dus dat is ons onbekende. De plus 7 willen we weg. Hoe krijgen we plus 7 weg? Wel door min 7 eraan toe te voegen aan weerszijden. Plus 7 min 7 valt weg en het rechterlid dat wordt 100. De volgende stap is: x wil het podium voor zichzelf, dus die 4 maal moet verdwijnen. Maal, dus we gaan naar het omgekeerde. Zo. Maar we doen het opnieuw aan weerszijden. Dit is niet 0, dus we mogen het doen. 4 gedeeld door 4, dat wordt 1, 1 keer x is x, en het rechterlid wordt 25. Controleer, als ik hier. 25 invul voor de waarde van x, dan krijg ik 4 keer 25 en dat is 100, plus 7 is inderdaad 107. Onthoud ook hier dat we in deze reeks van oefeningen eerst het tegengestelde nemen en dan het omgekeerde. Laatste en zeer uitgebreide oefening, en dit is een speciaal geval, want zoals je kunt zien, staat er een vorm van x aan weerszijden van de gelijkheid. Je ziet dat hier aan de linkerkant er meer x staat, namelijk 3 keer x, en hier 2 keer x. Dus we zullen deze kant wegwerken zodat we aan deze kant kunnen voortwerken. Dus om 2x weg te werken, gaan we hier 2x ervan aftrekken. Maar dan moeten we dat ook aan de andere kant doen. Dit kan dus ook. Ja, dus we willen deze hier weg zodat we enkel x hebben aan de linkerkant. Dus we gaan. Van 2x gaan we 2x aftrekken. Oké. Okay. Dit valt weg. En hier 3x min 2x. Dat kun je al. Dat wordt gewoon x. 1x zou je kunnen schrijven, of dus x. Oké. Okay. Laten we de boel een beetje opschuiven. Dus nu is de vorm zeer herkenbaar: x plus 17 is gelijk aan 7. x wil het podium voor zichzelf. Dus we weten hier dat we 17 moeten wegwerken. 17 min 17 aan de linkerkant, die verdwijnt, en 7 min 17 dat wordt min 10. Hier opnieuw kun je controleren of je antwoord klopt. Vanaf nu ben je klaar om de volgende oefeningen in het boek te maken, in potlood graag, en we zullen die de volgende keer verbeteren.